spijt krijg wanneer ik het niet doe, heb ik toch besloten om nog iets van deze vakantie te gaan vloggen. En dan gewoon op deze manier. Ik maak ook gewoon nog wel mooie video's. Maar om toch zeker te zijn dat ik in ieder geval iets heb en weer terug kan kijken op deze vakantie, ga ik wel gewoon vloggen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Ik denk dat het er 2 of 3 zullen zijn. En dan zie ik jullie zo. Ook wel handig is trouwens eventjes erbij te zeggen waar ik ben. Ik zit nu in Porto, in hotelkamer. En Porto ligt in Portugal, dat is de 2e grootste stad. En daar verblijven wij 3 nachten, dus 4 dagen. We hebben er net al gisteren een paar uurtjes gehad, omdat we best wel redelijk laat aankwamen. En nu hebben we net geslapen en zijn we wakker en zijn we bezig om even alles klaar te maken. Gaan we ontbijten en dan gaan we de hele dag verkennen. Lekker ontbijtje en eet smakelijk. Ik krijg een groepje van hem. Mooi. Nou, we pakken onze zak, zijn we nu eens in de stad. En als het goed is zijn ze daar iets aan het dansen of zo. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar het zonnetje schijnt nog niet weg. Maar het zou tegenover zo wel komen. Een oefening of een... Oh, zo'n training. Ik draai even de camera op. Blijkbaar hebben ze dit. Ietje, even wat smaken. Ja, zo ziet het er een beetje uit. Het is heel erg oud, maar heel erg leuk. Oh, zie dit. Hey, het is nou niet echt wat je zegt, zonnig. Nee, maar jij zegt dat het wel gezond is. Dat zei Google. Iris is boos omdat ik had gezegd dat het zonnetje ging schijnen, maar ja, Google heeft het fout. Ik ben helemaal teleurstelling nu, hoor. Ik ben helemaal teleurgesteld in. Ja, ik krijg zelfdepressie. Even door. Depressie hebben we hier al. Ja, en verder lopen we hier dus in het park. Helemaal bovenaan. En we moeten hopen dat ik allemaal aan het doen, want anders moeten we nog naar beneden lopen. Ja. We zien wel. Opa. We gaan schuilen in de grond. Moet je een of andere holbewoner of zo? Ga je een of andere holbewoner worden? Ik wil. Ik ga kijken. Met de dingen knot. Nou, dan denk ik. Oh, ik zou opa. Ik zo aan het halen binnen sleept, weet je wel. Ja, maar zoveel haar heb je niet om aan te slepen. Nee, als je het goed vastpakt, dan lukt het wel, denk ik. Dan ben je aan de beurt. Het is nu de bedoeling dat wij hier zo meteen van afgaan, maar het is heel erg donker. Maar ik laat in deze bakjes gaan we dan helemaal naar beneden, maar ik sla het zo wel zien. Ook even voor de grap dit uitzicht. En dit gaan we zo meteen met die kabelbaan helemaal naar beneden. Nou, gaan we hoor. Als Anita dit ziet, dan zeg ik, jezus, verkeerd. Heel verkeerd. Verkeerd vliegtuig genomen. Waar gaan we heen dan? Je zit het lijkt hoor. Kijk gun en fotograferen. Ik moet foto's maken. Ja, maar ik ga toch niet door het raam foto's maken? Zeker wel. Kan wel filmen. Ik kan wel door het raam heen filmen. Ik vind het heel leuk. Ik vind het leuk. Moet je eens kijken. Prachtig. Dat is mijn auto. Zie je dat? Allemaal ballonnetjes. Zie je dat? Echt wel mooi. Wacht, wat gaat? Ik blijf niet aan de gang. Je hebt me wel gehoord. Wat een kaart. Entreekaart. Begin ik hier niet. Ik wil denken. Gaan we door thuis, ja, dat is mooi. Ah, oh, mijn jambre. Mooi, waar is je daar? Op straat. Dat vind ik mooi, hoor. Ja, jij dat? Twee stoel. Hier zit allemaal fort in, hè? In dit? Nee, hier beneden. In al die schuur. Als je het ook uit de hout, dan is het wel fort. Pothout? Ja, pothout, ja. Hier ligt allemaal opslag, jongen. Van mijn pothoutje? Ja, van mij wel. We kunnen mooi met het touringbusje mee. Ja, met het busje kunnen we met die net boomstanden kunnen zo mee naar de winkels. Ja, naar de winkels. Kort naar de winkels. Lekker eventjes wat aan het drinken en zometeen krijgen we nog eventjes wat eten. En nou, we zitten hier zo lekker bij het water. Maar het water is wat verder weg, want deze restaurantje wat verder weg. Eten is daar! Iedereen heeft allemaal heel erg culinair. Ik heb een dit.
Knakworst op een tosti met een broodje, dat is super lekker. En patatjes. Zitten hier? Haaien. De Pacific Ocean, daar zitten ze. Ja, die? Een grote, een stille oceaan. En wat is het hier voor enge dieren? Ja, niks? Een kwal? Ja, die hebben ons op. Ja. En dolfijnen en dieren? Dat weet ik niet. Wat een Middellandse Zee wel. We hebben allemaal schendemen. Zo, vanaf hier naar daar zijn we net helemaal naar boven geklommen. En waarschijnlijk ook een heel rood hoofd en alles. Gek genoeg ben ik niet moe. Tja, vondsten. Ik heb hier gewoon een goede conditie blijkbaar. Nou, we hebben multimedia gevonden. De opleiding, het instituut multimedia. Nou ja, het is niveau 4, dus het is precies met wat ik ook doe. Maar het is wel grappig om een school te zien. Eventjes die je zelf doet, de opleiding. Maar dan hier in Porto. En het is een hele school. Wacht even, ik zou jullie laten zien, want het is echt groot. Nou, dit is dus het Portugese verhaal van een mediaopleiding. Nou, dat is wel een beetje anders dan mijn school natuurlijk. Qua uiterlijk en alles. Inmiddels lopen wij alweer richting het hotel. En vanuit daar gaan we eventjes opmaken. Even opfrissen en wat andere kleding aandoen. En kunnen we daarna gaan eten. Ja. Het is nu voornamelijk weer gewoon lekker wandelen. En er zijn zoveel heuvels echt op en af en zus en zo. Maar het is hartstikke leuk, hartstikke mooi. En ik ga ze nog even wat foto's online nemen. Zo, ik heb net eventjes wat anders aangetrokken. En nu begint het te regenen. Oh mijn hemel. Maar we gaan nu even richting een Italiaan. En dan gaan we lekker hier Italiaans eten in Portugal. Maar daar had ik zin in, dus gaan we nu even. Wij staan nu voor het restaurant. Het zal mij benieuwen. Zo lekker gegeten. Ik had net pasta. Ik had net pasta. Het is nu donker. Je kant op. Dat weet ik. Ik zat gewoon eventjes te kijken. En dan gaan we weer richting het hotel. Hebben we dat wel eens tegen jullie gezegd? Ik heb een lekkere chocolade man. Waar is dat op? En die is met cola. Ja, die is nog niet op. We zitten nu eventjes te wachten, want we gaan zo meteen met een busje. En dan gaan we richting een grote shoppingmall. Maar het is nog eventjes de vraag of we met die bus gaan of we gaan met de metro. Want we weten niet precies waar het busje komt, maar we staan nu in ieder geval te wachten. Ja, dan gaan we gewoon kijken wat daar allemaal te zien is. Want de zon die schijnt, eindelijk. Nou nee, de dag niet hebben geschenen. Kijk, lekker. Dus we gaan nu even dit hele stukje gewoon terugwandelen. Dan kunnen we lekker weer foto's maken, want er is weer lekker zonnetje en we kunnen gelijk overzien. Nou, nu, zoals je kunt zien schijnt het zonnetje nu echt heel erg lekker. Helder blauwe lucht en je kunt weer lekker foto's maken, want de kleuren zijn weer mooi. We gaan nu eventjes wat eten. En daarna gaan we door met het treintje. Gaan we richting de kust of zo. En dan gaan we vanuit daar wat dingetjes doen. Opa? Oh, die man die raken we altijd weer kwijt. Opa vindt het een handig idee om zonder ons te laten weten. Voor de zoveelste keer gewoon een straatje te gaan. What do we do what he is? We lopen nog altijd hier bij het strand. En morgen gaan we dus hier zwemmen. Tenminste, zwemmen in de bedoeling dat je in ieder geval het water in kan. Badderen. En we zijn nu gewoon even lekker aan het lopen. As usual deze dagen. As usual. Maar zoals je kan zien is de uitzicht wel echt super mooi. Allemaal van die stenen en het water. Kijk, de schouders die lopen er nu al wel een mooi van een haai. Maar we hebben er net bijna op gespierd. Met 30 fps. Nee, SPF. SPF. En hopen dat het een beetje helpt. Ik ben totaal niet ingepakt hoor. Ik verbrand een beetje nogal. Zoals ik net al zei. Maar ja, dus we hebben eventjes mijn vestje hebben eroverheen gelegd. Zodat ik gewoon iets minder rood word dan dat ik net al was. Dus maar voor de rest is het helemaal oké. Morgen ga ik nog goed inspieren. Wil je maar gratis dingen? Ja, we kwamen opeens mensen tegen die gingen opeens gratis dingen weggeven. Maar ik wist niet. Dus mijn opa die heeft net schepjes van die midi-schepjes voor kinderen aangeloven. Hey, dit is echt mooi. Draai eens de camera. Ja, wacht. Tot
was nog niet eens op de recording, man, idioot. Wat een taaie, dat is een klok.